Dag Geert, we zijn op weg naar het hoogfeest van Pinksteren. En als we kijken in Handelingen, een van de Bijbelse boeken, dan lezen we: En als de dagen van Pinksteren vervuld werden. Zo start het verhaal van Pinksteren. Het gaat over de vuurtongen. Ja, Lisbeth, en, en eigenlijk staat er de vijftigste dag. Pinksteren is eigenlijk de Nederlandse versie van het Griekse woordje. 50. Dus het gaat over de 50ste dag. Handelingen situeert het gebeuren van Pinksteren op het Joodse Wekenfeest. Het Wekenfeest, het feest van de weken, zijn vervuld, zeven weken. Zo komen we tot de 50ste dag, zeven weken na het feest van Pesach, het Joodse Paasfeest. Dat was oorspronkelijk een oogstfeest. En het is later gaandeweg in de, de, de geschiedenis van het Joodse geloof dat men daar de betekenis heeft aan toegevoegd dat men op dat feest gedenkt, de gave van de wet op de Sinaï tijdens de veertig jaar in de woestijn. Dus het moment waarop God dat zwervende volk tot zijn volk maakt door het zijn levenswoorden, zijn tien woorden te geven. Als christenen op die dag pinksteren, vieren, dan bedoelen ze daarmee de nieuwe gave die wij nu krijgen, is niet meer de gave van, van de Torah, van de wet, maar is de gave van de geest. En wij worden een nieuw godsvolk, waar alle volkeren toe behoren. Hm. En van oudsher leest men op het Joodse wekenfeest in de synagoge het boek Ruud voor. En daarom wordt Rut eigenlijk ook een feestrol eh, genoemd. Ja, het boek Rut. Ik heb het hier in deze andere prachtige Bijbel. Jij hebt er een van 1700 en zoveel. Dit is een Bijbel uit 1663, stel je voor, in de Statenvertaling. het boek Rut. Er zijn verschillende aanknopingspunten om dat boek Rut te lezen op het, op het wekenfeest. Op de eerste plaats, het wekenfeest is een oogstfeest, zei ik daarnet. en dat boek Rut, dat wordt helemaal geritmeerd en dat speelt zich af op het tempo van oogsten, gerstoogst, tarweoogst. Dat is een eerste aanknopingspunt. Een ander dat is, ik zei net ook, op het wekenfeest wordt de gave van de wet gedacht. Wel we zien die wet aan het werk, we zien hoe die wet vervuld wordt door mensen in dat Boek Rut. Dat Boek Rut toont eigenlijk dat die wet, van die Joodse wet hebben we soms een beetje een verkeerd beeld. Dat Boek Rut toont dat die wet is absoluut niet een, een, een levensversmachtend keursleef is. Nee, het is het tegendeel, het, het geeft leven, het maakt menselijkheid en het maakt toekomst mogelijk. Dus er zijn een paar mooie aanknopingspunten. En kan het Boek Rut, dat aan het feest van de 50 dag verbonden wordt, ook ons christenen inspireren wanneer we het feest van de Heilige Geest vieren? Dat is inderdaad het, de invalshoek die we nu zouden kiezen om over dat Boek Rut bezig te zijn. Want er zijn natuurlijk veel invalshoeken mogelijk. Hè. Ik denk er nu aan, er, er zijn veel verbanden tussen dat Boek Rut. En het boek Klaagliederen, met name, waar onze collega Valerie van, van Hasselt het nog over uh, gehad heeft. Hè. Of met het boek Genesis. Hè. Uh, of als, als tegengewicht tegenover het boek Ezra. Het boek Ezra dat de, de Joodse identiteit heel uh, streng wil bewaken. Hè. En hier in Rut waar we horen dat een vreemdeling, een niet-joods, een heel grote rol gaat spelen. Dat zijn allemaal heel boeiende invalshoeken. Maar nu gaan we kijken. Als dat boek gelezen wordt op het Wekenfeest, wat zou dat voor ons, wij christenen die Pinksteren uh, vieren, wat zou dat voor ons uh, kunnen betekenen? Het is natuurlijk goed, vooraleer we dat doen, van eerst kort even de inhoud uh, van het boek op te roepen. Uh, iedereen kan het ook nog even nalezen. Het is, het is een, eigenlijk een heel sympathieke novelle. Het is ook maar vier hoofdstukken lang. Uh, ze bevindt zich, je vindt dat boek rut tussen. Uh, het boek Rechters of Richteren, hè? en dan de grote profeten en koningsverhalen van de boeken Samuel en de boeken Koningen. En eigenlijk is dat boek Jurud na het boek uh, Rechters een verademing. Want dat boek Rechters, Joodse commentaren noemen dat soms het boek van het mislukken. Je wordt daar echt niet vrolijk van als je leest in dat boek Rechters. Al die, die ontrouw aan het woord van God, het, het geweld, de, de onmenselijkheid. En dan, terwijl het boek Rut net begint met als eerste zinnetje, in de tijd van de rechters, komen we toch in een heel andere sfeer terecht. In een veel vriendelijker sfeer. In uh, ja, een sfeer van, van menselijkheid, van, van mensen die voor elkaar opkomen en, uh, en voor elkaar zorgen. Maar ik ga dus eerst kort eventjes het verhaal uh, oproepen, als je het goed vindt. Um, het begint eigenlijk met een vrouw die Noomi heet. En Naomi betekent de lieflijke. In het begin van het verhaal is alles goed. Naomi woont in, in Bethlehem. Ze is gehuwd. Ze heeft twee zonen. Maar dan slaat een hongersnood toe in Israël. En ze moeten uitwijken. Ze worden, zoals wij vandaag zouden zeggen, economische vluchtelingen. En ze gaan naar Moab, de streek Moab. Ook daar, opnieuw, stellen ze het relatief goed. Haar twee zonen, de twee zonen van Omi, die huwen met twee Moabitische vrouwen. Kees de Kort in zijn kinderbijbel... Hij ja, heeft daar prachtige afbeeldingen van. Je ziet hier het huwelijksfeest, je ziet ze stellen het echt goed. Maar dat duurt niet lang, want als we de bladzijde omslaan, zien we al meteen Nomi en haar twee schoondochters zijn in de rouw, want zowel de echtgenoot van Nomi als haar beide zonen sterven. Weduwen worden in die tijd, die samenleving, een heel precaire situatie. Noobie verneemt dat de hongersnood in Israël voorbij is en ze beslist om naar haar vaderstad, naar Bethlehem, terug te keren. En ze probeert haar beide schoondochters, Moabitische vrouwen, te overtuigen om in hun vaderland Moab te blijven. De ene beslist om dat te doen, de andere, en haar naam is Ruth, die hecht zich vast, zegt de tekst aan Naomi en wil bij Nomi blijven. Wil voor Naomi een weduwe in een heel precaire situatie. Wil voor Naomi blijven zorgen. Met die fameuze, heel bekende zinnen. Jouw volk is mijn volk. Jouw God is mijn God. Waar jij gaat, zal ik gaan. En Rut trekt dus mee met Naomi terug naar Bethlehem. Maar ook in Bethlehem blijven ze weduwen. Mensen die leven in een, in een heel... Uh, Fragiele situatie. Rut beslist om, om in haar eigen levensonderhoud en dat van haar schoonmoeder te kunnen voorzien, hè, om aren te gaan lezen, hè, om, om te gaan korenaren te gaan verzamelen. We zijn in de tijd van de oogst. Hè. Uh, dus die blijven liggen zijn op de akker nadat de Maaiers uh, hun werk gedaan hebben. En daar valt ze door haar. Werklust, door haar ijver, door haar onverdroten inzet, valt ze op. En dat komt ter oren aan de eigenaar van die akkers. Zijn naam is Boas. Dat betekent eigenlijk de sterke, de krachtige. En uh, hij beschermt haar een beetje. Hij zorgt dat ze... Uh, zegt zelfs aan zijn maaiers van laat iets extra, laat iets meer vallen en liggen, zodanig dat zij voldoende te eten heeft. Hij geeft haar ook nog een extra ransoen, uh, graan mee naar huis en wanneer Nomi verneemt dat Rut gewerkt heeft op de akker van een meneer Boas, gaat er bij haar een lichtje branden en zij zegt: Boas is verwant aan onze familie, is verwant aan mijn overleden man. En ze geeft Rut de opdracht om nog diezelfde nacht op de dorsvloer waar Boas slaapt om zijn eigendom goed in de gaten te kunnen houden, vermoed ik. Om daar bij hem op die dorsvloer te gaan liggen. Risicovolle onderneming, maar Rut, zoals heel het boek door, doet trouw wat van haar gevraagd wordt om het goede te doen. Dat is een heel mooi gebeuren, die nacht, want er wordt verteld dat Boas goed gegeten, en wellicht ook overvloedig. Gedronken heeft, dus heel goed slaapt. Zij gaat ongemerkt aan zijn voeten eind liggen. Wanneer hij dan in de nacht toch wakker wordt en merkt dat daar een vrouw ligt, schiet hij verrast wakker. Maar daar toont Boas dan zijn grootheid. Dus hij bevestigt haar in haar zoektocht om een toekomst te vrijwaren voor haar schoonmoeder en haarzelf. En hij stuurt haar naar Nomi, naar haar schoonmoeder. Terug en hij zegt: De volgende dag morgen ga ik deze zaak regelen. En hoe doet hij dat? Hij doet dat door Sanderendaags tien getuigen samen te roepen en in de stadspoort, de plaats waar gerechtigheid, waar recht gesproken wordt, door daar de toekomst van Naomi en Ruth veilig te stellen, door als losser voor hen op te treden. Daar hoort een woordje uitleg bij. De, de wet, de Joodse wet, de Tora, schrijft voor dat wanneer iemand zijn, zijn, zijn eigendommen, zijn, zijn grondbezit, verliest door, door tegenslagen, of zelfs zichzelf moet gaan verkopen, als slaaf moet gaan werken bij een ander om te kunnen overleven. Als er dan in de familie mensen zijn die daar de, de middelen toe hebben, dan, zij, dan moet de losser, zo heet die figuur dan, moet dus die mensen die die tegenslag gehad hebben vrijkopen, moet voor hen instaan. Hij koppelt dat voorschrift van het losser zijn voor bezit aan het principe van het zwagerhuwelijk. Het principe van het zwagerhuwelijk dat zegt. Wanneer een vrouw weduwe wordt en ze is kinderloos, dan moet de broer van haar overleden man bij die weduwe een kind verwekken. En dat eerste kind dat uit die relatie geboren wordt, is erfgenaam van de overleden man. Dus zodat dat van die overleden man, dat ook van hem de stapboom bij wijze van spreken, verder kan groeien. Dus hij, Boas regelt, op, regelt dat op die manier. Hij zet daarvoor nog wel eerst iemand die eigenlijk meer rechten had om losser te zijn en om dat bezit te verwerven dan hij. Hij zet die nog opzij door aan die man de kans te geven van: kijk, jij hebt eerst rechten op dat bezit. Ben je geïnteresseerd? De man zegt, ja, uiteraard ben ik geïnteresseerd. Mijn grondbezit uitbreiden. Maar als hij dan hoort dat daar een huwelijk met Rut aangekoppeld zou zijn, wat zou betekenen dat haar kind erfgenaam is en niet hij. Dan krabbelt hij terug en zegt heel ruiterlijk aan Boas... Ik laat het aan jou. Dus Boas huurt Rut En uit, die, uit dat huwelijk wordt een kind geboren. En dat kind heet Obed. Obed betekent eigenlijk dienaar. Hij heeft niet een aartje naar zijn vaartje, maar een aartje naar zijn moeder, de dienstbare Rut. En die obed zegt het einde van het verhaal, zal vader worden van Isaïe, en Isaïe is de vader van David. Met andere woorden, het is eigenlijk Rut, een Moabitische, die de verdere toekomst van het godsvolk en van het Messiaanse van Koning David, de gezalde, de Messias die dat mogelijk maakt. Daar in, in Vogelvlucht dat, uh, dat verhaal van het Boek Rut. Als ik het zo hoor is het ook echt een vrouwenboek. <laughs> Bijna alle hoofdrollen worden eigenlijk vertolkt door vrouwen, als ik het zo goed begrepen heb. Klopt, klopt. Je hebt natuurlijk die, die Boas, hè? Die, die zijn naam betekent te sterke en hij, uh, treedt inderdaad ook heel krachtdadig op. Uh, dat is dus een mooie mannelijke figuur in het, in het verhaal. Alhoewel we moeten zeggen dat wat hij doet, hè, de doorbraak die hij mogelijk maakt, dat doet hij eigenlijk voor een deel geleid door het toeval. Hè. Toeval daarvan zeggen we soms, hè. dat is het incognito van God. Geleid door het toeval en door die nomi die toch wel heel gewikst uh, rut stuurt in, uh, in heel dat avontuur. Dus Boas, ja, vrij mooie mannenfiguur. De andere mannen die zijn er in het verhaal eigenlijk alleen om te sterven. Of in het verhaal van die man die het eerste recht had om, om als losser op te treden, eigenlijk om hun staart in te trekken en om te zeggen: Ja, maar als dat erfdeel dan niet voor mij zal zijn, dan ben ik niet langer geïnteresseerd. Dus inderdaad, het is, een, het is vooral een vrouwenboek. Je zou kunnen zeggen dat Rut staat in die, die ja, lange rij toch. Van de aardsmoeders, denk aan, aan Sarah, Rebecca, Lea, Rachel en, en, enzovoort. Een Esther, een Judith, allebei vrouwen die ook een boek hebben dat naar hen genoemd is. En daarmee bevestigen ze eigenlijk een motief dat je toch ziet als een constante doorheen de Bijbel. Dat is die, die heel wezenlijke rol die vrouwen en Vrouwelijke krachten spelen um, om, om toekomst mogelijk te maken. Ja, want ook in de evangelies weten we dat vrouwen eigenlijk wel een, een belangrijke rol speelden. Ja, trouwens, um, de evangelist Matthäus, hè, die in het begin van zijn evangelie een stamboom van Jezus geeft, die geeft onze Rut een plaats in die stamboom. Hè? Um, Vrouwen zijn inderdaad ook in de Evangelie spelen een belangrijke rol. De paas daar zijn ze de eerste getuigen van de verrijzenis. En dan vind ik het toch een beetje eigenaardig dat ze in Handelingen vrij snel verdwijnen. Begin van Handelingen, daar staat nog de leerlingen en de vrouwen zijn samen in die bovenzaal met Maria de moeder van de Heer. Maar dan daarna Horen we niet veel meer over vrouwen? Je hebt natuurlijk nog die, die, die Lydia in Filippi uh, en, en Priscilla in Korinthe, waarvan je op de achtergrond of tussen de regels wel kunt lezen dat waren pioniers in die eerste kerk. Dat waren echt krachtige medewerkers van Paulus, maar anders. Nu, ooit heb ik eens gelezen dat als je naar het begin van de Bijbel gaat, he, waarover de Geest verteld wordt, de geest die over de wateren, over de oerchaos zweeft, wervelt, zeggen andere vertalingen. Ik heb ooit gelezen dat het woordje, dat daar, het Hebreeuwse woord dat daar gebruikt wordt, dat dat een vrouwelijk woord is. Ja, in onze taal natuurlijk de geest, het wringt een beetje om te zeggen de geest zij. De geest is nu eenmaal een mannelijk woord, maar dat, dat neemt niet weg... Dat, dat dat principe toch door en door bijbels is. Namelijk het principe dat God geen toekomst maakt met man en macht. Maar dat die, die, die vrouwelijke krachten, die, die vrouwelijke intuïtie, die rol van die vrouwen zo uh, wezenlijk is. Ik wil in dat verband toch eventjes. Ik vond dat toch wel, dat heeft mij getroffen. In een, een boekje van de, de Nederlandse exegeet de eerste helft van de 20e eeuw. Die heeft in 1939, 1939, het getal is belangrijk, 1939, heeft hij een boekje geschreven of gepubliceerd over Rut. En daarin las ik onder andere, um, het is een vrouwelijk verhaal, dan een beetje verder, tot de grote gevaren van deze tijd. Misschien ook een beetje onze tijd, vraagteken. De grote gevaren van deze tijd is de overdreven mannelijkheid te rekenen. Een verstarde, een verharde mannelijkheid. Die soms beneden het pijl van de menselijkheid zingt. En daarnet sprak je over toekomst. Hoe is dan een nieuwe toekomst eigenlijk mogelijk? Hoe zie je dat? Ruth is dus de stammoeder van David en daarmee eigenlijk ook van Jezus. De zoon van David. Ja, ik heb het gevoel als ik het boekje lees dat uh, niet alleen haar moederschap essentieel is: dat ze de moeder wordt van de, de voorvader van David, uh, maar toch ook hoe zij in het leven staat. Die, die ongelooflijke dienstbaarheid en die hele grote. Uh, trouw, de manier waarop ze aan de zijde blijft, heel trouw aan de zijde blijft van haar schoolmoeder Nomi, die toch ja, door, door grote miserie getroffen wordt. Hè? Want als je het boek leest, dat is toch een, een passage die mij altijd opnieuw raakt. Hè? Als Nomi aan andere vrouwen zegt: Je moet me niet meer Nomi noemen, de lieflijke. Noem mij voor nu voort maar Mara. En Mara betekent de bittere. Hè? Want ze is bitter, hè, omdat ze zich door, door God uh, gestraft voelt in, in haar wanhoop. Hè. Maar Ruth blijft aan haar zijde, blijft haar helpen. Um, zodanig, met zodanig veel inzet hè, dat het de aandacht, de aandacht trekt van die Boa's hè, en dat daarmee eigenlijk uh, voor een deel toch het, uh, de toekomst op gang komt. Hè. Um, ze, ze, ze is trouw, ze is dienstbaar, maar ze is ook zichzelf. Hè. Het is. Ik vind dat zo'n ontroerend detail als je het verhaal in zijn geheel leest. Dus wanneer Boas daar midden in de nacht een vrouw op zijn dorstvloer ontdekt en zegt, wat is dat daar? Wie is dat? Dat ze dan opstaat. Ze staat. Ze is een opstandige vrouw. En ze zegt, ik ben Rut. Bij mij weten gebeurt dat niet zo vaak in de Bijbel. Dat mensen zeggen, ik ben, hier sta ik, hier, hier ben ik. Dus het is, als je vraagt hoe is toekomst mogelijk, het is toch een beetje merkwaardig dat God komt in dit boek niet veel voor. Komt. Het zijn mensen die bezig zijn. Je zou kunnen zeggen, God gebeurt hier. Hij is niet actief in het verhaal betrokken, zoals op veel andere plaatsen in de Bijbel, waar wel God netto zijn daden gekend kan worden. Maar hier, mensen doen, doen het visioen, maken het visioen waar zoals hij het gezien heeft. Ze, ze, ze leven volgens zijn levenswoorden. En het is daarin dat die, dat die toekomst mogelijk wordt. En de Heilige Geest waarover dat het Nieuwe Testament vertelt, ja, die zal ook altijd en overal op, op deze manier werken, denk ik. Is het niet? Ik vind het ook, Lisbeth, uh, ik het, ik, ik, ik vond het nog zo mooi, ik las het in, in dit boekje van, van uh, bischop Koen van Houten over de heilige geest, dat nu net verschenen is. Hè. Hij, noem, hij spreekt daarover, het is altijd een samenwerkende vennootschap. het is altijd een samenwerkingsverband. Hè. De geest werkt in mensen die, die over, over alle grenzen heen, over al die nationale, die sociale grenzen heen, het, het, het goede doen. Hè. Mensen zijn. Misschien is dat wel het begin van het, van het verhaal van de nederdaling van de geest in, in handelingen. Iedereen verstaat wat die apostelen zeggen. Misschien was het wel daardoor, omdat ze een taal spreken van, van medemenselijkheid, van goedheid. En dat is toch waar elke mens, ongeacht wie hij is en van waar hij is, waar elke mens naar hunkert. Is er nog is er nog toekomst? is er een van de grote vragen van het boek Rut. Voor die, voor die oude vrouw, voor die, die jonge vreemdelingen in Israël. Is er voor hen toekomst? Maar het zal ongetwijfeld ook de vraag geweest zijn van, van de leerlingen: is er, is er een toekomst nu, nu Jezus aan een kruis gestorven is? En een beetje later getuigen ze: het is Gods geest. Het is de geest die Jezus bezielde, die ook voor ons toekomst mogelijk gemaakt heeft. En dat is niet meer een toekomst die. Blijft tot ons, natie Israël, maar die een toekomst is wereldwijd voor alle, voor alle volken. En als we dan eventjes terugkijken ook naar het verhaal van Ruud. Op het eerste zicht lijkt Ruud eigenlijk een soort Edile, met in het midden ook een heel mooi liefdesverhaal. Kun je daar iets meer over vertellen, eventueel? Ja, het is ook, de manier ook waarop de toenadering tussen Rut en Boas, hoe die twee naar elkaar toegroeien. Hoe dat beschreven wordt, is eigenlijk echt ook heel mooi in, in, in het boek Rut. Dus het heeft inderdaad iets, je gebruikt het woordje idylle terecht, maar tegelijk mogen we er ook niet naast kijken dat het een verhaal is van honger. Het begint met mensen die hun land moeten verlaten, we kunnen ons dat niet, niet voorstellen. Hè? Maar die dus echt moeten wegtrekken van de honger. We komen dan in een situatie van weduwe, twee vrouwen die hun man verloren zijn. Dan komen ze terug in Bethlehem. Bethlehem, dat is ook een beetje pijnlijk natuurlijk. Bethlehem betekent huis van brood. Maar ook daar zijn Nomi en Ruth. Mensen in de marge, letterlijk. Hè. Ze, ze moeten overleven door aan de randen van de akkers euh, wat er is blijven liggen te gaan verzamelen om, om te eten. Dus je mag toch zeggen dat Nomi en Rut, dat die eigenlijk meegaan in die lange stoet, die de heilsgeschiedenis toch ook is. Die stoet van mensen die honger hebben, die in nood zijn. Hè. Uh, ik moet dan altijd denken aan, ik weet, ik weet niet van wie het liedje precies is, maar de fanfare van honger en dorst. So die, die stoet die doorheen de heilige geschiedenis trekt van mensen die, die, die tekort hebben. Um, het is niet toevallig waarschijnlijk dat Jezus in het johannes evangelie zegt, ik ben het brood, ik ben het levende brood. dat we dan dat. dat indrukwekkend het afverheel krijgen van het broodwonder, hè? Uh, waar Jezus duizenden mensen brood geeft, hè? hun hunker uh, tegemoet komt. Ik vind dat zo'n mooi detail in het boek. Rut, lees je dus, ze mag op een bepaald ogenblik tijdens de oogstwerkzaamheden, mag ze mee, picknicken zouden wij vandaag zeggen, uh, het middagmaal gebruiken op het, op het veld met de, de, de de tienaren van Boas en Boas zelf. Hè. En dan, ze krijgt, ze mag mee eten. Hè, en dan zegt, zegt, staat er een zinnetje. Ze at tot ze genoeg had en ze hield nog over. We horen het verhaal van het, van het broodwonder uh, klinken. Hè. En als de geest. De Heilige Geest op de vijfde dag op de leerlingen en de vrienden, ook de vrouwen van Jezus neerdaalt, dan brengt Hij nieuw leven bij mensen die, die ook honger hebben. Die honger hebben, hè? Hoe zou de Geest van God toegang kunnen vinden tot het hart van mensen die, die alles hebben, die misschien zelfs verveeld zijn omdat ze, omdat ze alles hebben, hè? Die, die letterlijk zelf genoegzaam zijn? Zijn, zijn christenen vandaag zijn dat niet mensen die als, die, als zoveel andere mensen, de lasten van het leven dragen en daarbij dikwijls het gevoel hebben dat God de grote afwezige is? Dat Jezus een, weliswaar een heel mooie figuur is, maar een figuur van, van lang geleden, en die toch voortdoet. Die toch altijd opnieuw nieuwe kansen zoeken. Het lied, we zingen dat in een lied: die op ongebaande wegen, die, die deze wereld met al haar verscheurdheid, maar die deze wereld bewonen, en daar proberen die deemoed, die goedheid te brengen, die zachte kracht, die ja, wat we dan noemen de vruchten. Van de geesten. Op het einde van het boek verdwijnt Ruth. En de tekst luidt. De buurvrouwen zeiden: Naomi heeft een zoon gekregen. Dat lezen we op Ruth in het hoofdstuk 4, vers 17. Het is Naomi, niet Ruth. Opmerkelijk. Ja, heel, heel, heel eigenaardig. Hè? En voor ons op het eerste gezicht een beetje bevreemdend. Ruth wordt moeder, hè? maar de tekst zegt effectief. Hè? Nomi heeft een zoon gekregen. En Nomi, zegt de tekst, krijgt het kind op haar knieën en herkent het kind als het hare. Dus Nomi stapt in die, die, die traditie van vrouwen. Denk aan Sarah bijvoorbeeld, die Hannah in het, in, later in het boek Samuel, die veel te oud zijn om nog een kind te kunnen krijgen, maar die toch een toekomst uh, krijgen. Hè. En, en na, na die uh, dat korte feestmoment van de oom die door haar buurvrouwen ook, uh, ten andere, het zijn ook weer vrouwen die het kind een naam geven, dat is heel eigenaardig, hè, dat gebeurt niet zo vaak, maar het zijn de vrouwen die het kind zijn naam geven, Obed. Hè. En uh, na dat prachtige tafereel komt er dan nog een stambomen geslachtslijst, uh, die dus tot David gaat, met allemaal mannennamen Rut is weg. Dat doet mij denken van, vermits het boek ook een, zich helemaal in die sfeer van de oogst, de graanoogst afspeelt, doet mij denken van, Rut is als een graankorrel die sterft. Dus het is, het is echt geen toeval, het is een schitterende vondst, dat dat Matthäus' evangelie haar een plaats geeft in de stamboom van Jezus, de graankorrel die, die sterft. Maar we mogen dat niet, hoe zou ik gaan zeggen, niet al te mooi, niet al te romantisch verstaan. Want laten we toch nog eventjes goed kijken wie Rut eigenlijk is. Ik heb dat, ik heb dat veel vlug in het verhaal verteld, maar Rut is dus geen Joodse, behoort niet tot het Godsvolk. Rut is een Moabitische. En als ik zeg dat de vrome, zeker de vrome, maar alle Israëlieten neerkeken, op de inwoners van Moab, dan is dat nog zacht uitgedrukt. Ze beschouwden eigenlijk dat volk van Moab als bedenkelijk, van bedenkelijk allooi. De Bijbel vertelt dat dat volk eigenlijk voortgekomen is uit een one-night-stand, zouden we vandaag zeggen, uit een dochter van Lot, Lot, een die van Abraham in het boek Genesis, die op een nacht haar vader dronken maakt en dan met hem gemeenschap geeft. En wel dat kind dat uit die one night stand te, tevoorschijn komt, zal ik zeggen, dat kind is Moab, de voorvader van de, de Moabieten van dat volk. Dus het is uit dat, dat, ja, dat verloederd volk eigenlijk in de ogen van de Israëlieten dat, dat de koning David afstaat. Ja, het is toch ook wel opmerkelijk dat de Bijbel um, niet wegmoffelt dat iemand echt uit, uit zo'n volk uh, zo'n cruciale rol net gaat spelen. Mm -hmm. Ja, ik denk dat je mag zeggen dat het boek Rut eigenlijk op een vertellende manier, verhalenderwijs, toont dat er eigenlijk geen andere weg is om van gemis en miserie te gaan naar leven. En, en, en vreugdevolle toekomst, dan de weg van samenwerking over grenzen heen en over alle verschillen heen. Dus, en, en, en dat doen niet, niet vanuit grote, uh, nobele bedoelingen die uit onszelf zouden komen, maar dat doen precies omdat je gedreven wordt door eenvoudige medemenselijkheid. En door proberen te leven volgens de wet van God. Heel mooi. Kun je nog even zo terug samenvatten van ja, wat is nu eigenlijk, of waar is nu eigenlijk precies God in het boek Rut? Hoe zou je dat verwoorden? Ja, ja. We, horen, we horen de naam God een paar keer klinken in de Nomi en Rut. We horen hen bidden en daar, daar brengen ze God ter sprake. Maar ik zei het al. Hij komt dus niet actief tussen. Het is niet door, door zijn daden dat we God leren kennen. We leren God herkennen omdat we zien dat mensen, om het heel eenvoudig te zeggen, God kunnen doen. Zo goed als God kunnen zijn voor elkaar, zoals hij het in het begin bedoeld heeft. En dat is eigenlijk ook een beetje de vraag van, van de Heilige Geest. Mensen vragen, wij vragen. Waar is die geest? Je kunt die geest niet, niet zien, niet laten staan dat je hem zou kunnen in een definitie uh, vastleggen. Wel nu, zoals God in het boek Rut gebeurt, zo kan je de geest bij mensen aan het werk zien. Mensen, zoals het boek Handelingen zegt, die met elkaar gemeenschap vormen. Samen het brood breken, samen bidden en zingen. Samen de schriften lezen. Samen solidair zijn en zorgen dat er niemand nood leidt. Het is ongelooflijk hoe, hoe, hoe die dingen die zo actueel klinken, hoe die, hoe die ook in die, die bijbelse gebeten altijd opnieuw naar boven komen. De psalm van Pinksteren, van, van het wekenfeest, van de vijftigste dag, dat is psalm 67. Je moet dus nu met, met Rut in ons achterhoofd Psalm 67. Ja, lees jij maar. God, zij ons genadig. Hij zegene ons. Doe zijn aanschijn over ons lichten. Dat op aarde uw weg zij geweten. Onder alle volken uw heil. En de volken u loven, o God. U loven de volken tezamen. Elk land deelt in de jubelende blijdschap want gij richt de volken naar recht. Gij leidt alle landen op aarde en de volken loven u, God. U loven de volken tezamen. De aarde gaf haar gewas. God onze God wil ons zegenen. Hij wil ons zegenen, God. Eerbied voor hem en ontzag tot in de verste einden der aarde. Dankjewel. En als ik nog een tip mag geven, Lisbeth... Je moet dus proberen de film te pakken te krijgen, een film van de eh, Franse cineaste die nog niet zo heel lang overleden is, Agnès Varda. En de titel van de film is Le glaneur et la glaneuse. Eh, dus de, de arenlezers, eh, mensen die vandaag aan de rand van onze samenleving eh, proberen te overleven, of dat soms ook uit overtuiging doen eh, met wat onze samenleving weggooit, en laat liggen een zeer mooie documentaire. Bedankt voor deze tip. Bedankt ook vooral voor, voor je uiteenzetting rond het boek Rut. Ik denk dat het, het... heeft mij zeker geïnspireerd en, en ja, het heeft mij geholpen om het Pinksterverhaal ook beter te begrijpen en ik hoop ook dat het heel veel mensen mag helpen daarbij. Dank je wel. Zalige hoogdag van Pinkster. Zalige hoogdag van Pinkster, hè?